Nou, dit is ons perceel Miscanthus. Dit is nu het tweede jaar. We hebben hem vorig voorjaar geplant. Dus ik denk dat ik maar gewoon een beetje zal vertellen wat we gedaan hebben. Zal ik de foto's rondgeven? Ja, oké, okay. Ik weet niet of mensen dit kunnen zien, maar dit was in elk geval het planten. Door Philip gedaan. 16 mei vorig jaar was het. Het is een omgebouwde aardappelpoter. Ja, ik weet niet, zal jij misschien nog wat meer over vertellen als je dat wil doen zometeen. Geplant op rijen. Tussen de rijen 75 centimeter. En in de rijen een meter geplant. En zijn we, met dit blok zijn we zo'n beetje de dag bezig geweest. Dit is nog een foto. Het zijn dus ja, rhizomen. Volgens mij, ja, jij hebt ze bij. Nou, kan iedereen zo meteen wel zien, denk ik. Het zijn best wel gek uitziende stukjes wortel. En ja, die gaan dus om de meter de grond in. 90 centimeter. Ja. Periode? 16 mei geplant. En we hebben daarna twee keer beregend. Want het was het droge, enorm droge voorjaar toen natuurlijk. Dus we hebben direct na het planten een keer beregend. En een paar weken later voor opkomst volgens mij. Misschien kan je het hier een beetje zien. Hier komt hij op. Hij komt echt op als zeg maar kleine sprietjes riet. Als het ware rietachtig spul. En die beginfase die duurt best wel lang. Dus dat was qua onkruid technisch best lastig om daaraan om dat onder controle te houden, het onkruid. We zijn begonnen voor de opkomst met gewoon eggen. En nou, toen kwam die op. Toen dachten we van we zullen maar voorzichtig zijn met dit spul en we kenden het natuurlijk nog niet. Dus we hebben eigenlijk rond opkomst een tijd niet geëcht, omdat we bang waren om de kiemen af te breken. Maar die opkomst die gaat niet zeg maar in één keer zoals een ander gewas, maar hij gaat eigenlijk ja, continu komen er nieuwe kiemen boven. Dus op een gegeven moment dachten we, nu moeten we wel voor het onkruid. Dus toen zijn we gaan eggen en ja, we zijn heel voorzichtig begonnen. Maar eigenlijk kwamen we al snel achter dat hij best wel, je kan best wel straf eggen. Best wel, de tanden, wel een treffele eg, zeg maar stekend zetten en best wel hard rijden. En die Miscanthus die overleefde dat eigenlijk heel erg goed. Dus daarmee konden we veel van het onkruid weer opruimen. En zijn natuurlijk ook gaan schoffelen. Dus we begonnen eigenlijk een beetje op een achterstand. Omdat we een tijd lang niks gedaan hadden. Maar dat kregen we allemaal redelijk goed weer onder controle. Ook met het schoffelen trouwens. Want omdat die Miscanthus, hij komt niet op één plek naar boven. Maar hij komt natuurlijk met verschillende sprieten ja, eigenlijk over een soort breedte van iets van 15 centimeter. En de schoffels die we hadden, die lieten ook ongeveer 15 centimeter tussen de schoffels. Dus zo nu en dan, ja, dan zag ik wel dat de schoffel een soort spruit van de Miscanthus raakte. Maar eigenlijk meestal als je hem niet gewoon vol raakt, dan boog je wel omheen de Miscanthus spruit. Dus het is eigenlijk een hele sterke plant qua onkruidbestrijding. We konden goed eggen en ook met het schoffelen was niet dat hij met minst of geringste al afbreekt. Dus dat was een voordeel. Dus in het begin ging het wel redelijk goed met de onkruidbestrijding. En toen hadden wij vorig jaar een beetje een probleem omdat we niet genoeg uitzendkrachten konden krijgen eigenlijk die we wilden. Dus op een gegeven moment is iedereen verhuisd van de Miscanthus naar de wortelen en de bieten en de andere gewassen. Dus dat kan je eigenlijk nu nog steeds een beetje zien, want hier ergens in lijn naar achteren aan de rechterkant hadden we toen nog wel ja, al een laatste ronde gedaan. Die linkerkant hebben we toen niet meer afgemaakt. En dat, daar is het onkruid veel, natuurlijk veel groter opgekomen. En daar heeft het gewas wel last van gehad, de rest van het jaar eigenlijk. Bleef je gewoon een stuk kleiner. En daarna zijn we ook niet meer teruggekomen. Dus ook hier aan deze kant die beter was, is daar ook nog best wel het onkruid tevoorschijn gekomen. En het duurde pas tot eigenlijk volgens mij ongeveer september of zo, dat die echt flink ging groeien en gewoon groter werd en hoger en ook nog meer begon uit te stoelen. Dus toen volgens mij is deze foto van december ongeveer. Ja, ik zal hem zo meteen rondgeven, kan je het beter zien. Maar toen waren ze ongeveer zo hoog als deze planten, denk ik. Dat is zeg maar de maximale hoogte die ze toen in de eerste winter gehaald hebben. En vanaf december ook begonnen ze echt wel af te sterven, dat ze bruin werden en geel, zeg maar, dat ze afstorven. En die foto die ik net liet zien, deze foto is waar hij dus deze rechterhelft waar die wat beter stond. En deze foto, je ziet al meteen een stuk meer grond. Ja, misschien kan je het niet zien, maar dat is de linkerhelft die kant waar die dan een stuk slechter stond dus. En toen in maart hebben we hem gemaaid. We hebben nog niet geoogst, omdat er nog veel te weinig was eigenlijk om te oogsten. En we hoopten dat als we dus maaien, dat die bladeren alvast een beetje een bedekking vormden van de grond tegen het onkruid. Ik kan hier een foto van het maaien zien.
Dus met een wijde blote gewoon gemaaid, dat ging eigenlijk nog heel erg goed. Op een, wat zal de hoogte zijn geweest, iets van 15 centimeter of zo, denk ik. Even kijken, ja. En we hadden eigenlijk nog wel wat langer kunnen maaien, want je moet maaien voordat hij weer begint met opnieuw groeien in het voorjaar. En ik wist natuurlijk niet echt wanneer dat zou gebeuren, dus uiteindelijk hebben we in maart gezegd van toen was het eindelijk droog, nu kunnen we maaien. Toen was hij voor het grootste deel ook wel afgestorven, her en der zat nog wel een beetje een groen blad. Maar hij is pas volgens mij ergens in april echt opnieuw beginnen te groeien, dus we hadden eventueel later kunnen maaien. Ik weet niet of dat uitmaakt, maar goed. En nou ja, sindsdien groeit hij, na een paar weken begon hij eigenlijk al weer meteen opnieuw te groeien. In het begin ging het nog niet super snel. En dat onkruid dat kwam natuurlijk weer vol terug, want het was natuurlijk nog heel erg open. Veel van de planten stonden er nog van het jaar ervoor. Dus het onkruid heeft toen, het wisselde, deze rechterhelft stond de miskantus wel goed met veel onkruid tussendoor. Maar die linkerhelft, vooral plekken, hier heb je het voorste stuk, staat heel veel gras. Ja, we hebben ook nog een stuk met smeerwortels. Daar stond eigenlijk de miskantus volledig overwoekerd door het gras en het onkruid. Maar vooral nu de laatste weken, sinds die warmte en ook met veel regen, spuit die miskantus omhoog. Dus waar ik een maand geleden zeg maar, nog niet wist of die miskantus het hier zou overleven tussen het gras en zo, nou ja, nu staat hier een heel eind boven. Dus het is misschien nog niet perfect, maar hij overleeft het hier in elk geval wel. Eigenlijk ja, overal waar ik bang voor was. Dus hij overleeft het onkruid wel, dus weer een sterke plant. Nog één ding wat ik vergeten was te vertellen. Toen hij opkwam vorige zomer, kwamen er ganzen op te zitten. Want we hebben hier überhaupt veel last van ganzen naast de biesbos, dat is altijd wel een probleem. En ze kwamen ook op de miskantus zitten, nou ja, wij verjagen en alles. Maar het duurt dan toch een paar dagen voordat ze echt weg zijn. Nou, daarna waren ze weg, we maakten ons niet heel veel zorgen. Maar de plek waar ze gezeten hadden, zeg maar, daar kwam de miskantus niet echt op. Tenminste, ja, de ganzen hadden gewoon de jonge plantjes afgevroten. Nou, maar het voordeel van die planten, van die wortelstokken is, na een tijdje beginnen ze weer nieuwe kiemen te maken. Dus dat kwam allemaal weer overeind. Kwamen de ganzen weer. Telkens zeg maar op die ene plek, telkens als er weer jonge plantjes kwamen, zaten die ganzen er weer 1 of 2, 3 dagen. En in die tijd fraten ze telkens de jonge plantjes weer af. En uiteindelijk is er dus wel één plek waar we die ganzen voornamelijk gezeten hebben, waar de miskantus nu wel verdwenen is. Ja, daarachter. En ook in het voorjaar. Nu het voorjaar nadat ik gemaaid had en wanneer ze weer begonnen uit te lopen, zaten die ganzen er weer. Nu hebben ze volgens mij niet echt schade gedaan dat de planten dood zijn, want ze wisten ze weer vrij snel weg te krijgen. Maar ze kunnen dus wel in een paar dagen tijd kunnen ze op die jonge plantjes redelijke schade doen. En misschien als ze één keer komen is het nog niet te erg, maar ze komen weer terug. En dan op een gegeven moment kost het de planten wel de kop, zeg maar, dat ze niet meer dat te veel voor ze wordt. En ja, dus de laatste foto zullen ze meteen wel zien. Ganzenvraat. En dit is van afgelopen jaar, dit voorjaar, na het maaien, zeg maar. Volgens mij heb ik zo alles wel verteld. Hoeveel per hectare gezet? Hoeveel per hectare? 15.000. 75 maal 90. Maar hoe heet het? Ja, nou, het is op zich weinig. En vooral in het begin is dat dus een probleem, want in het begin is het land gewoon compleet open, de eerste maanden. Ja, nu, hoe heet het, waar die goed staat, dan is het meestal wel bedekt. Maar ja, het loopt steeds verder uit als het goed is. Dus uiteindelijk wordt het helemaal opgevuld. Maar dat duurt even. Sorry? Bemesting? Helemaal niets. Oh ja, dat moet ik ook wel zeggen. Hiervoor was dit gras iets van 10 jaar, 18 jaar zelfs, natuurgras. En ook volledig vol met allerlei kruiden en onkruiden gelopen. En die hebben we in het voorjaar gefreesd. En gewoon geploegd en meteen klaargelegd en meteen daarna geplant. Op een normale manier, zeg maar niet bemest. En maar ja, dat onkruid, hoe heet het? Het is dus wel zo dat er, dat er 18 jaar onkruid heeft kunnen kweken in voorbereiding op het moment dat de miskantus kwam. Dus dat maakt het probleem natuurlijk ook wel groter. En het is die 18 jaar ook onbemest gebleven? Oh ja, ja. Dus je kunt zien dat hij heel weinig nodig heeft. Alleen ganzenmest. Ja, dat heeft hij wel gehad. Zijn er vragen voor Mark specifiek of over miskansen in het algemeen? Want dan gaan we. Van die ganzen. Rond Schiphol wordt miskansen gezaaid. En op jouw gekooid. Om schade op ganzen voor de veiligheid tegen te gaan.
En jullie komen met de ervaring dat ze toch nog langer. Maar dat is dus echt bij ons alleen maar in die eerste, op het moment dat de jonge spruitjes de grond overkomen, zeg maar. En als we ze na 3 dagen weg hebben, dan kwamen ze dus ook niet meer terug. Totdat weer de nieuwe lading komt. Maar ze zijn, ja, het is echt alleen maar die eerste beginfase. Ook dit voorjaar waren ze ook ja, een week lang dat ze zo'n beetje kwamen, maar daarna waren ze ook niet meer. Dus met de onkruid, zijn er ook proeven geweest om de dek terug te zaaien van bijvoorbeeld zomergraan of iets? Zullen we aan Philippe ja, dat is de volgende, cool. Als je het microfoontje opneemt? Oh ja. Ik vraag aan jou, want jullie hadden beregend, maar daar heb je geloof ik niks over verteld. Ja, we hebben dus 2 keer beregend, de eerste keer net na het planten. En een paar weken later, dat was ja, eigenlijk gewoon niet echt specifiek ergens op gebaseerd, maar het was natuurlijk enorm droog. Dus we dachten, we houden de grond maar redelijk vochtig. Maar hoe heet het, het was ook, dus ook, ja, ook in die tussentijd was het nog redelijk droog. Omdat er natuurlijk heel veel rest was, andere gewassen ook om te beregenen. En daar heeft hij volgens mij tenminste dus niks van gebleken dat hij ergens last van gehad heeft ofzo. Ik denk dat we die tweede beregening ook wel achterwege hadden kunnen laten. Maar ja, dat is meer een, ja, een idee. Want, maar hoe heet het, niet zo heel lang daarna begon het wel weer met regen. We hebben toen midden in de zomer wel wat water gehad. Dus ja. Het is trouwens hele lichte grond vergeleken bij de rest van de grond die we hier in de polder hebben. Ja. Ja, even kijken. Ik weet niet helemaal hoeveel afslipbaar, maar dat zal ergens begin 20 zitten, denk ik, of zo. Dus ja, rond de 20, denk ik. Dus voor ons is dat in elk geval heel licht. Ja. Kun je wat zeggen over de perceelskeuze? Ja, nou, we hadden dus dat natuurgras. Dat pakket op dat natuurgras liep af. En het was ook zo vol met onkruid dat we het weg wilden hebben. Dus we liepen daar eigenlijk al een beetje een jaar mee rond van wat doen we hiermee. Want we wilden niet geen gewassen gaan telen, want we wisten dat met het onkruid wordt dat een ramp. En toen wilden we dus miscanthus zetten eigenlijk. Toen ik oorspronkelijk met miscanthus kwam, dacht ik om het op natte stukjes eigenlijk een beetje bij ons huis op dat venige te zetten. Misschien in de toekomst was toen het idee. En toen hadden we dit stuk waar we iets mee wilden doen. Dus toen dachten we van, nou dan zetten we het hier weg. Dus eigenlijk omdat er zoveel onkruid stond, ook omdat je best wel veel kwel hebt hier, dus het kan ook een heel nat stuk zijn. Dat is trouwens ook, vooral in de winter, heeft eigenlijk ja, zeg maar, ruwweg de helft van het perceel heeft gewoon het grootste deel van de winter onder water gestaan. Dat er 5 of 10 centimeter water op stond of zo. Ja, vooral in de sporen natuurlijk dan, maar ook soms wel gewoon tussen de sporen. En nou ja, dus daar heeft hij tot nu toe, lijkt het niet alsof hij heel veel last van gehad heeft. Dus ja, dat heeft hij tot nu toe overleefd. Oh ja, je ziet trouwens wel hier de kopende. Deze grond wordt ook ja, als beton, zeg maar, als je er een paar keer overheen rijdt. Dat die kopende natuurlijk enorm veel zit te draaien. Dus je ziet ook wel meteen het verschil in hoe die staat op het kopend en hoe die staat ja, hier gewoon in het midden. Dus dat, daar zie je wel meteen effect van. En dan rij je ook gewoon ja, over die miscanthus planten heen natuurlijk. Maar hij heeft het over het algemeen wel overleefd, hoewel alvast, er zijn best wel planten weggevallen natuurlijk. Maar over het algemeen staat hij er nog wel, maar hij heeft er wel last van gehad van het rijden. Die had je eerst geplant dan, die kopende? Nee, die is gewoon allemaal tegelijkertijd geplant. Ja, maar omdat hij daarna over de kopende heen ging rijden? Nee, met het schoffelen bedoel ik, met het schoffelen en het eggen, zeg maar. Oh, dus de hele, dat is de hele zomer door, ja. Ja, ik weet niet hoe vaak ik op het perceel ben geweest, maar ja. Ja, weet ik het, een stuk of 6, 7, 8 keer. Dus ja. Ja. Je hebt natuurlijk wel gewoon ja, de sporen waar je overheen rijdt, die zijn natuurlijk wel het hele jaar hetzelfde geweest hier. Maar het is niet alsof we zeg maar, vanaf voorgaande jaren een vaste rijpaden hebben. Niet dat ik iets gezien heb. Of, Eén keer. Hij is dus 1 keer gemaaid en gewoon laten liggen. En als het goed is gaan we hem dus nu in ja, februari, maart, april misschien, wanneer die daarvoor klaar is, gaan we hem wel maaien en dan... Hakselen, persen, nou we moeten even kijken hoe we het precies gaan doen. Maar dat is dus dan de eerste oogst, aan het einde van het tweede jaar, zeg maar. En dan is het helemaal droog? Ja, het idee is dan, hij moet zeg maar helemaal afgestorven zijn. Dat hij dus droog is en ook geloof ik dat hij dat nodig heeft, dat hij dan alle voedingsstoffen weer terug naar zijn wortels brengt, dat hij daarna weer terug kan groeien. Dus hij moet helemaal afgestorven zijn en de grond moet natuurlijk ja, begaanbaar zijn. Goed, dank jullie wel voor de uitnodiging Jan en... De familie van de Ooijen. Ik ben Philip Baken. Ik ben nog net geen 50 akkerbouwer in Zeeuws-Vlaanderen.
gangbare akkerbouwer, zeg maar, met suikerbieten, uien, aardappelen, granen, peulvruchten. En sinds 2008 in aanraking gekomen met Miscanthus. Miscanthus gigantheus, de plant waar wij nu bij staan. Dus deze variëteit, zeg maar, die telen wij in Nederland, omdat dat de grootste biomassa kan genereren van de Miscanthus soorten die er zijn. In 2008 kwam er in Zeeuws-Vlaanderen naar mijn boerderij, zeg maar, een bedrijfsleider van een fabriekje die vanuit de vlaslemen vezelplaten persen. En vlaslemen, het afval van de vlasteelt, was in die jaren, zeg maar, of tenminste de vlasoogst, was een paar keer goed mislukt. En ze hadden eigenlijk gebrek aan grondstof om die vezelplaten te maken. En toen hij dat verhaal aan mij vertelde, toen dacht ik, nou ja, goed, best interessant. Die teelt, je moet hem één keer planten en vervolgens kan je hem 25 jaar lang laten staan. En ik had op mijn bedrijf eigenlijk ook last van wat ganzenvraat, zeg maar, naar de eiwitgewassen toe. Dus ik dacht, ja, ik wil er wel eens een perceeltje proberen met dat spul. En toen zijn we in 2009 hebben we de eerste aanplant gedaan. Nog een paar andere collega's van mij in de regio ook. Toen het geplant was, zeg maar, toen was het hetzelfde probleem wat de familie hier heeft meegemaakt. Dat ook de ganzen, zeg maar, van de naastgelegen kreek de jonge plantjes kwamen lastigvallen. Dus dat was even opletten in het begin. Maar vanaf dit jaar ga je er normaal gezien vanaf zijn. Dus de vraag die vanuit die hoek kwam van Schiphol, waarom doen ze dat dan daar? Het werkt echt tegen ganzen. Het is bizar. Er zit geen eiwit in. De ganzen hebben geen overzicht meer zo dadelijk. En dan gaan ze nooit meer naar dit gewas toekomen. Het is niet meer aantrekkelijk. Ganzen willen overzicht hebben. Die moeten zien welke bedreigingen er op hun af willen komen. En er is uiteindelijk geen voedsel te vinden voor ze. Ze willen toch naar dat eiwit toe. En dat zal wel hier ergens in de buurt veel interessanter zijn, denk ik, als ik hier langs rij. Dus ik begon er eigenlijk ook dat eerste perceel mee. En toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in het gewas. Ik wilde als akkerbouwer toch eens een keer mezelf proberen te onderscheiden. Voornamelijk richting de markt. Dat hebben jullie ook gedaan als biologische telers of telers. Of het zijn allemaal veehouders misschien, ik weet het niet. Maar goed, jullie telen ook iets. Jullie brengen ook iets voort. Dan heb je een keuze, zeg maar. En ik vond dit gewas zo interessant. Iedereen was toen begonnen met duurzaam, duurzaam, duurzaam te schreeuwen. Dus ja, ik werd er toch wel een beetje door getriggerd. Alleen wist ik nog als boer, zeg maar, dat we niet alleen, zeg maar, richting dat vezelplatenfabriekje, zeg maar, de business konden opbouwen. Maar ik moet gewoon wat meer afzetkanalen gaan bekijken voor dit gewas. Om het te doen slagen als teelt in Nederland. Hè. Iedereen probeert wel eens een keer wat nieuws. Maar om uiteindelijk een gewas een beetje te doen slagen, zeg maar, is er toch een bepaalde omvang nodig. En moet het voor iedereen uiteindelijk een beetje rendabel zijn om erin te stappen. Toen heb ik in 2010 Cradle Crops opgericht. Uit het cradle-to-cradle principe een beetje. Deze grondstof die kan zoveel kant op volgens mij dat ik dacht van ja, daar moet ik gewoon mijn schouders onderzetten als boer en proberen aan werken. Dat hebben we dus gedaan, zeg maar. Ik heb dan ook bedacht van, nou ja, goed, als boer moet je het verhaal wel vertellen aan je collega's om uiteindelijk erin te geloven. Niet dat er een duurzaamheidsrakker naar een boerderij komt en iets probeert te verkopen. Je moet er ook zelf echt wel achter staan. En toen had ik bedacht van, ja, het is wel interessant. Ik heb een aanplant, daar kan ik die wortelstokken uithalen. Ik kan dit verhaal vertellen aan de collega's en ik kan ook proberen zorgen, zeg maar, als zij zelf niet die grondstof naar de markt willen brengen of kunnen gebruiken, dat ik dat van ze terugneem. En zo had ik een aantal schakels in de keten naar me toe getrokken. En dan was ik niet meer van mijn gangbare model, dat ik elke keer, zeg maar, met mijn rug tegen de buur werd gedrukt en dat ze weer naar de buurman toe liepen van, dan neem ik zijn aardappelen wel, want die vraagt een 10 cent minder. Dat heb ik willen doen. Nou ja, ik wist dat het redelijk wat jaartjes droog brood eten was. En dat het een tijdje duurt voordat je een nieuwe grondstof naar de markt kan brengen. Alles heeft wel een invulling inmiddels. Jullie gebruiken stro, hout, weet ik het wat om op te strooien, zeg maar. En zo geldt dat voor andere sectoren precies hetzelfde. Dus dit had echt wel wat tijd nodig om de markt op te komen. Maar vandaag de dag denk ik dat we een heel eind zijn om dit gewas te doen slagen als teelt in Nederland.
ja, wat heb ik dan in die jaren zeg maar allemaal van markten opgezocht? Nou ja, de boerenmarkt is natuurlijk de makkelijkste markt. Die taal spreek ik, dat ken ik. Ik weet wat jullie meemaken voor een groot deel. En ik denk dat deze grondstof zeg maar ten opzichte van de concurrerende grondstoffen die jullie gebruiken als strooisel toch wel een toegevoegde waarde kan hebben. In de zin van als je deze miscanthus bekijkt, als die door de hakselaar is gegaan, zeg maar, dat die qua vochtopname het eigenlijk beter doet dan alle andere strooisels die voorhanden zijn. Dat kan je gewoon simpel testen. Je gooit een emmer miscanthus, je vult een emmer miscanthus, je vult een emmer ander strooisel, je gooit er water over, kiep hem maar eens uit en kijk maar eens hoeveel water er uiteindelijk zeg maar, blijft hangen. Dan zou je ervan staan te kijken dat het bij dit spul echt mooi is. Goed, verder moet je het natuurlijk nog kunnen toepassen met of een strooblazer of een vork of een riek of wat dan ook. Maakt er niet uit. Iedereen had daar zijn reden voor. Vooral eerst de kippenstallen en zo. Dat is natuurlijk gewoon heel makkelijk. Die zoeken kort spul. En dit spul blijft gewoon heel erg rul. Dus de voetlezers gingen naar beneden van de kippenhouders die hierop strooiden. Alleen het spul moet voorradig zijn en moet ergens vandaan komen. Dus dat hele kip-ei-verhaal moesten we nog een beetje doorbreken op de markten. En uiteindelijk zeg maar het voorbeeld waar we hier vandaag in staan, dat is ook iets zo. Op het moment dat je afhankelijk wordt zeg maar, van biologisch stro wat ze uit Zuid-Frankrijk of Spanje moet halen. En nog maar de vraag zeg maar, of het allemaal klopt. Waar het hierheen komt, denk ik dat het een mooie stap is als je het zelf zou kunnen gebruiken. Om vervolgens het ook zelf te telen en zelf op te slaan. Het grootste nadeel van dit spulletje is dat het heel erg volumeus is. En dat het weinig weegt. Dus ga er niet te ver mee slepen. Dus als het cirkeltje rondgemaakt moet worden, zeg maar, is het mooi om zelf voorzien te zijn dat je ook zelf de opslagruimte hebt. Eventueel zelf de grond ter beschikking. En dan denk ik dat het een mooie rendabele teelt zou kunnen zijn. Zeker op stukken grond. Waar voorheen zeg maar, misschien zeg maar, ja, een soort van bestemming op lag die niet al te hoogwaardig is. Ja, we zitten helaas op hele dure grond in Nederland. Of helaas, soms is dat fijn, maar om op de boer is dat beste knelpunt. Vind ik. Dit is een extensieve teelt. Dit is niet een hoog renderende teelt. Maar als je het vergelijkt met stro inkopen van 160 euro per ton biologisch stro. Dan kan je met 15 ton droge stof zeg maar vanaf jaar 3. Kan je toch best een mooi saldo halen lijkt mij. Het aanplanten is de belangrijkste fase in die 20, 25 jaar dat dit gewas kan produceren. Hij kan vast langer produceren, maar wat hij uiteindelijk doet is verouderen. En verouderen betekent verhouten. Aan de binnenkant gaan die stengels zeg maar verhouten, of tenminste de wortelstokken gaan verhouten. Dat betekent dat die geen stengels meer genereert en dan gaat de opbrengst naar beneden. En dan zou je hem in principe moeten verjongen. En verjongen kan je gewoon simpelweg doen door de vrees door te halen, aanwalsen en hij is weer vertrokken. Het enige wat je dan hebt is dat de planten heel dicht op elkaar staan en je waarschijnlijk iets minder stengels gaat krijgen, want daarom planten wij ze ook op deze afstand. Het gewas kan uiteraard zichzelf ook concurreren als je ze te dicht naar elkaar toe zet. Onkruidbestrijding is de allerbelangrijkste die eerste 2 jaar, zeg maar, om dat eigenlijk zo goed mogelijk onder de knie te houden, zodat die fors door kan ontwikkelen. Ja, hier zie je duidelijk het voorbeeld, zeg maar. En dat is in de biologische teelt natuurlijk wat meer gangbaar. En hij zal het uiteindelijk best winnen. Ook deze planten die gaan het gewoon uiteindelijk winnen zeg maar, van het onkruid waarschijnlijk. Alleen de concurrentie voor voedsel, voor licht, dat is altijd aanwezig. Dus ja, zolang je het onkruid ertussen uit kan halen, zal die plant ook verder doorontwikkelen. En zal het onkruid uiteindelijk ook veel minder die kans krijgen. In die gangbare percelen kunnen wij met 1 à 2 bespuitingen op 25 jaar kunnen wij het gewas gewoon brandschoon houden. 1 keer met een maïsmiddel erdoor en het volgende jaar nog een keer afbranden. En dan heb je gewoon, dan staan ze overal zo, omdat ze geen concurrentie hebben als de plant er staat. Dus ja, het aanplanten gebeurt dus door het scheuren van die wortelstokjes en in de grond. En het allergrootste gevaar is dat deze dus uitdrogen tijdens die aanplant. Dus vorig jaar kwam ik hier zo en als eerste denk ik dan, ik was vooraf niet komen kijken, maar we hadden wel vooraf veel telefonisch contact gehad over dat het essentieel is dat je zeg maar de voorbereiding van die grond, dat je daar echt aandacht aan besteedt. Ik wil hier gewoon komen dat het gewoon zwart is en dat het gewoon uiteindelijk door de rotere eg of door een andere eg zeg maar heel mooi rul te maken is, zodat je deze wortelstok kan afleggen zeg maar op een centimeter of 7, 8 in de grond, kan toedekken, aan kan drukken
En dan, zeg maar, gaat hij het overleven. Nou, vorig jaar, afgelopen drie voorjaren eigenlijk, was het zo extreem droog. Er was een structuur vorig jaar op de kleigrond, was ja, enorm. Alleen maar kluiten. Dus ik was heel erg blij dat ik hier aankwam en het eigenlijk misschien ja, 20 jaar niks aan gedaan was. Dat het grondje zeg maar zo rul was en heel goed aan te drukken was. Want ja, anders was het wat lastig geweest. Nu hadden ze wel hier altijd water ter beschikking, dus dat is ook dan een voordeel. We hebben vorig voorjaar, om te vergelijken, een week eerder aangeplant op de klei, tussen de kleitjes. En vervolgens hebben we daarna, toen het geplant was, direct zeg maar, de sleepslang met water erover laten gaan. En door het aan te drukken en eigenlijk die wortels in te spoelen, hebben ze het daar ook gered. Als je dat niet doet, dan krijg je een aanplant, die ziet er zo uit. Dan zit er overal, komt er af en toe een plantje op en daar heb je 25 jaar last van. Dus als je aan deze teelt begint, echt, ik hamer er echt op, probeer dat zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat het slaagt, dat die plant daar staat. En als die plant daar staat, dan krijg je de kans zeg maar, om uiteindelijk een mooie teelt, een rendabele teelt neer te zetten. Ik kan er zoveel over vertellen. Ik weet niet waar ik ergens moet snijden. Maar ik bedoel, vragen mogen ook tussendoor. Dan kunnen we misschien een beetje, nou ja, in ieder geval wat vragen beantwoorden die nu direct opkomen bij jullie. Dan heb ik dat toch gehad. Ja? Hij is al beantwoord. Hij is al beantwoord. De teelt wat gangbaar. Ja. En wat is dan de afzetmogelijkheden? Nog steeds in die als strooisel? Nog steeds als strooisel. De markt is nog steeds als strooisel. Ik heb andere markten bedien ik vandaag de dag ook nog steeds. Nou ja, als jullie het nalezen op internet, dan doen de jongens op Schiphol, mijn collega's en ik zeg maar, doen ongeveer dezelfde richtingen. Dus het gaat als snippers gaat het bij, wordt het bij beton bijgemengd. Het kan dus op de strooiselmarkt. Ik zet af voor de oesterzwammenteelt die ook enorm op de biologische, ja, er zijn bijna geen andere oesterzwammen volgens mij. Dus ja, hier zit die lignine in en zo. En die lignine is heel erg goed zeg maar om oesterzwammen op te laten. Ik heb het grootste overeenkomst heb ik met de papierindustrie. En ik heb nu 100 hectare miscanthus. Dat gaan we, als het goed is, opschalen de komende jaren naar 1000. Dus de papierindustrie, die gaan uit deze snippers de cellulose halen. Er zit voor meer dan 50% cellulose in. Ze kunnen tot meer dan 70% laten zitten zeg maar, van de miscanthus als grondstof om uiteindelijk tissues en toiletpapier te maken. Ik denk dat cellulose, dit gewas, cellulose, dat is een van de organische verbindingen van de toekomst. Het kan overal gas vervangen, olie vervangen. De lignine die hierin zit, zeg maar, die hebben ze als reststroom in de papierfabriek, zeg maar. Die gaan ze ook een waarde aan toekennen. 10 jaar geleden, of tenminste 6 jaar geleden, 7 jaar geleden, toen ik met de papierindustrie in aanraking kwam. Sindsdien zit ik met die mensen aan de tafel. Vanuit de labfase naar de pilotfase gaan we nu groeien naar de demofase. De demofase is een investering van 12 miljoen bij de fabriek. En dan heeft hij een input van 1000 hectare nodig om daarbij te komen. Dus dat wordt in mijn business, mijn stabiele markt. Als het goed is heb ik mijn doel bereikt om als akkerbouwer met het rug tegen de muur model eruit te springen. En vervolgens in de keten zeg maar voor elkaar wat te doen. Dat is het grootste gewin. Plus dat dit gewas aan de basis niet ontruit te zagen is qua duurzaamheid. Je kan met alles concurreren. Er is geen efficiëntere plant dan deze plant. Tenminste, ik weet hem niet. En als ik hem weet, ga ik misschien ook eens een keer proberen te telen. Maar op dit moment is dat echt. Hij is zelfvoorziend. Er is hier niet bemest. Dat zal ook direct niet nodig zijn. Hij zorgt gewoon uiteindelijk tijdens de winter, tijdens het indrogen, dat al die voedingsstoffen die hij heeft verzameld door zijn fotosynthese in de winter teruggaan naar deze jongens. Naar die wortelstokken. En dan gebruikt hij dat in het voorjaar weer, zeg maar, die voedingsstoffen, boom, om die energie erin te pompen, om weer uit te lopen. Ik heb ook, de percelen zijn dus 11, 12 jaar bij mij oud. Ik ben in percelen geweest in Engeland, Duitsland, Tsjechië. Van 20, 25 jaar oud ze staan en nog op de scheiding met de buurman. En ze groeien nog steeds zonder te bemesten. Als je wel bemesting zou nodig hebben, dan zou je toch weer specifiek, net zoals al die andere teelten, per perceel moeten gaan kijken. Wat heb je nou afgevoerd? Wat zit daar nog aan nutriënten in? En wat zou ik dan eventueel kunnen terugbrengen? We weten allemaal dat onze bodems, zeker in Nederland, of tenminste in veel gebieden van Nederland, vrij rijk zijn. Zolang je er maar afblijft en dat bodemleven
Dat kan aan de gang blijven gaan, zal die ook al veel voedingsstoffen zeg maar, uiteindelijk vrijgeven naar die plant. En door deze bladval in de winter, die en zorgt voor die onkruid onderdrukken, maar uiteindelijk ook weer zorgt voor 20 ton gratis compost per jaar, denk ik dat je vrij weinig bemesting nodig hebt. Dat ligt eraan, dat kan. Maar met bemesting kan je hem overbemesten. En het enige wat hij dan doet, deze plant, is op het moment dat je in april gaat oogsten. In april is hij meestal op zijn droogst. Dan blijft hij groen. Dan ben je nutriënt aan het afvoeren. Je moet hem laten indrogen. En dan is hij uiteindelijk ook direct te verpakken. Het enige wat wel, en daar gaan we wel een beetje verder vandaan. We hebben wel steeds zachtere winters in Nederland. Dat betekent dat deze plant, zeg maar, niet zijn stilstand voelt die hij zou moeten hebben. Dus hij moet een seizoen doorgaan, zeg maar, waarin de temperatuur gewoon eens een keer een paar keer onder nul is geweest, zodat hij denkt, ik moet stoppen met groeien. Dat betekent dat hij die voedingsstoffen volledig terug kunnen keren, zeg maar, naar die rhizomen toe en die wekt hij uit. Ik heb een paar jaar, hebben we moeten hakselen en dan was het 25-30% vocht in plaats van de 15 waarop we hem willen pakken. Niet zo'n heel groot probleem voor dit gewas. Als je hem aan de hoop gooit, zeg maar, dan warmt die hoop vanzelf op. Een soort van broei. Alleen hij gaat nooit in de fik vliegen zoals hooi. Zet hem een paar keer om en je hebt een natuurlijk drogend effect. Probeer die schimmelgroei net te voorkomen. Dus hij warmt gewoon echt op naar 60, 70 graden. Kan best. Hup, schep hem om. En uiteindelijk is hij weer stabiel. Nou, wordt hij dan nog gebruikt als strooisel? Ja. Want als ik hoor dat hij gebroeid heeft, dan... Ja, net daarvoor. Schimmel. Ja. 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 Ja, zou je zeker in de gaten moeten houden. Ja. Worden die bast en de merg apart verwerkt? Voor het strooisel niet. Maar voor die platen mensen? Ook niet. Ik stel voor, wie nu niet overtuigd is trouwens die... Is dat zo? De lagen, goed, ja, we doen lagen. Ik heb mijn kaartje nog niet gegeven. Met de verteringssnelheid ten opzichte van stro, als je maar strooisel gebruikt en uiteindelijk op de land rijdt, zeg maar, hoe lang duurt het voordat hij verwerkt is? Ik heb... Als je de emmer greep, ja, dan is hij vrij hard. En ja, hoe gaat dat eventueel met beschadigingen van uiers en zo? Ik ben geen veehouder, maar ik heb in Zegveld proefboerderij hebben we ook miskanters in het verleden aangeplant. Hebben we ze in juni aangeplant, dat stond er ongeveer zo bij. Was super nat voorjaar, daar zijn niet alle percelen ook goed gelukt. Dus nogmaals, ik hamer erop, die aanplantperiode het belangrijkste. Op jouw vraag teruggekomen wat die man tegen mij zei, Lensink van de proefboerderij Zegveld. Die zegt, loop jij wel eens met je blote voeten zeg maar, over één laag met knikkers, dan doet dat best pijn. Gooi je er zeg maar 10 lagen knikkers in en je gaat er dan doorheen lopen, dan voel ik niks aan mijn voedsel. Die ervaring had hij ook zeg maar, met miskanten. Strooi hem net gewoon dik genoeg en uiteindelijk vindt hij altijd de ruimte zeg maar, om niet te doen prikken. Dat is zijn verklaring. Ik heb best wat naar veehouders afgezet. In de lichtboxen, zelfs iemand met een blaassysteem in zijn stal. Die uiteindelijk de miskanten zeg maar, door zo'n blaassysteem in de boksen strooide. Die was er super tevreden over. Hij mengde nog wel wat kalk bij. Is die nodig? Ik heb naar kip afgezet. Koeien, paarden is enorm. Zeg maar voor dit. Ze eten er niet van. Dus voor die koliek paarden prima. Die hoeven ook. Die blijven allemaal veel schoner. Varkens gaat ook heel goed. Ja. De verteringssnelheid, sorry, om daarop terug te komen. De verteringssnelheid is vrij laag. Ik zet dus ook best wel wat vrachtauto's af vandaag de dag naar aannemers, zeg maar, die vaste planten overal voor de gemeentes aan het aanplanten zijn. Op het moment dat ze dat gedaan hebben, gooi je dit als mulliglaag ertussen. Dan blijft het gewoon een aantal jaren daartussen liggen. Dus verteelt heel erg langzaam. Op het moment dat het op basis van mest natuurlijk terugkomt naar je land, zal die vertering denk ik iets sneller gaan. En de effecten van het weer erbij en het door de grond mengen, waar het bodemleven vervolgens weer zeg maar volop actief mee aan de gang gaat, zal het sneller gaan. Het strooit natuurlijk gewoon geweldig. Veel malen mooier dan leem, stro of wat dan ook. Het verdeelt zo ongelooflijk netjes dit. Het Wageningse onderzoek van een maand geleden die zei, het bodemleven gaat pas aan zeg maar op één groot component en dat is cellulose. Laat dat nou net hier genoeg in zitten. Wat Jan? Nou, ik heb het ook die ronde balen van Wim de Vries geprobeerd in de potstal. Ja. Maar ik vond dat je krijgt een soort een kostje, maar waar de geiten die gaan er gewoon doorheen trappen. Je hebt niet genoeg structuur erin. Ja. En
Het legt te los voor die geiten, of? Ja, en het gaat gewoon als de mest, bij stromen rond mesten mooi tussen. Ja. Dit niet. Ze werden heel snel heel vies. Dus ik hoor je ook allemaal opties noemen, maar het woord potstal heb ik nog een keer langsgekomen. Of daar ook in gaat werken, omdat je gewoon, je hebt niet de structuur, zeg maar, maar dat ze heel erg doorheen gaan trappen. Ik ben geen veehouder, dus iedereen, ik bedoel, ik geef dat spul mee graag aan iedereen en ik hoor die ervaring ook heel graag terug. Wat ik tegen die mensen zei, of heb je het al eens geprobeerd, zeg maar, als onderlaag, omdat het per kilo, zeg maar, gewoon meer vocht opneemt dan stro, in mijn optiek. En ga er dan gewoon in de potstal bij die geiten even om ze schoon te houden en niet om... Nee, maar goed, doe dat in combinatie met stro, dan ben je misschien nog vooruit, als het gaat over vochtopname. Of ze meer, ja, paarden... Een andere manier van oosten, dat het zeg maar veel grover blijft. Ja, tuurlijk. Gewoon in vierkante balen kan en niet in al mijn plastic. Want ja, die heb ik ook staan voor je. Ja, we hebben hier wat meer gedoe. Die is grover, ja. Het gaat erom... Nee, maar... Ja. Dat kan... Dat is veel grover natuurlijk, dat zou misschien werken waar het om gaat. Ja, maar dat is de goeie. En daar was hij blij mee. Ik heb een klepelmaaier gedaan, ja. Alleen deze maat, die zoek je eigenlijk. Oké, okay, ja, dat kan. Alleen dan ga je wat de markt vraagt, dat doen we toch? Dat zou ik heel graag meepersen. Dat onderste, zeg maar, ja. Die mulslaag, zeg maar. Ja. We zijn nog bezig, zeg maar, als het areaal dus nu echt gaat toenemen, dan mag ik me wat meer gaan specialiseren en ook meer gaan investeren. Dus een van die problemen willen we ook oplossen door het, zeg maar, met een soort van camperbag, zeg maar, af te maaien en dan vervolgens gelijk te persen. Zodat het ook niet meer op de grond afgelegd wordt. Dat is ook nog een voordeel voor de vervuiling tegen te gaan. Dat zijn wel systemen waar we aan gaan denken. En dan zit het ook gecomprimeerd en dan kunnen we ook met meer kilo's iets verder dan het rondje rond de kerk bedienen. Het gaat erom, zeg maar, dat die miskantus natuurlijk, als die geklepeld is, moet die wel eigenlijk overlangs een beetje gebroken liggen. Want dan komt die schuimachtige kern vrij, zeg maar. Dat kan je wel zien in die stengels en dan heeft hij zijn absorberend vermogen. Nu vandaag de dag hakselen wij met een bunkerhakselaar. Anders was ik er ook nooit verder in gegaan. Ik heb die zelf niet, maar ik woon op de Belgische grens en daar hebben ze nog een bunkerhakselaar. Dus hij hakselt, zeg maar. Dit spul wat in dat pak is niet meer nabewerkt. Hij kan het zo fijn hakselen, maar hij brengt het alleen direct, zeg maar, in een bunker. En vanuit die bunker, zeg maar, gaat het in een overlaatwagen en dan op transport. En dan kan die bunkerhakselaar weer vullen, want het staat allemaal per uur. Het komt best wel wat bij kijken, zeg maar, logistiek gezien, om deze teelt rendabel te houden. Door dat volumeuze spul. Nou ja, goed, die volgende stap, als het dan droog genoeg is en gelijk in een baal persen, dan staat die andere logistiek ook niet per uur zomaar een beetje te wachten. Dan kan je die baal nog wel eens even een week of een dag laten liggen. Dat maakt niet zoveel uit. Zulke oplossingen moeten wel een beetje weer, ja, we gaan verder, hè, in Nederland, hè. We ontwikkelen constant door. Ja. Ja. Mooi. Monique Bestman, dankjewel dat je er bent. Ja, dankjewel. En kun je wat vertellen over Miskantus en natuur. Ik werk voor het Louis Bolk Instituut. Een aantal jaar geleden heb ik een project met biologische pluimveehouders gedaan. Die zochten een teelt voor in de kippenuitloop. En die moest vooral beschutting bieden aan de kippen. En omdat het vaak om uitlopen gaat van 7,5 hectare of zo. Als je het hebt over 15.000 biologische kippen. Wat ongeveer de gemiddelde omvang was toen. Dan wil je toch graag een teelt die niet alleen maar geld kost, maar waar je op termijn ook nog iets van af kunt halen. Dus we hebben toen verschillende dingen bekeken en een van de gewassen was Miskantus. We hebben het toen op 3 bedrijven in Terschuur en Voorthuizen aangeplant op 1 mei, ik geloof 2013. En de belangrijkste lessen daar was eigenlijk onkruidbestrijding in de eerste tijd. Omdat het een project was, hebben we het vanuit het project onkruidbestrijding op een gegeven moment overgenomen van de boeren. Want die zagen het eigenlijk niet meer zitten. Maar wij wilden gewoon weten van, nou, hoeveel uur is er nodig per hectare. En dat bleek dus dat het eerste jaar is het 60 uur per hectare. Dus je begint gewoon machinaal met eroverheen. Maar uiteindelijk in augustus, september, oktober, dan loop je met de bosmaaier er doorheen. Maar dat is dus het eerste jaar. Het tweede jaar was het nog 30 uur per hectare. En daarna was het gewoon niet meer nodig.
Dus dankzij dat we hun er doorheen hebben geholpen, zijn er in ieder geval twee van die drie boeren, die zijn er gewoon nu nog steeds heel blij mee. En die halen er dus voor ongeveer 15 ton per hectare af elk jaar. En dat is er dus twee van de drie. De derde, die had geprobeerd om met graan eronder te zorgen dat de onkruid niet op zou komen. Maar toen bleek dat graan ging concurreren met de miscanthus. Dus die miscanthus daar heeft het eigenlijk niet gered. Dus dat is ook een les. Maar die twee anderen die zijn er nog steeds heel blij mee dat ze het destijds gedaan hebben. En ze gebruiken het zelf in hun leghennenstal en een van hun ook in een opfokstal. Maar er komt gewoon veel meer van het land af als dat ze zelf nodig hebben. Dus die verkopen het. En zij doen het eigenlijk altijd met een maishakselaar in maart, april. En ik heb even twee varianten meegenomen. Kijk, ik geef het wel even door. Dit zijn twee zakken. Eén is met maishakselaar gedaan. En dat zijn de korte stukken. Even kijken, ik zit hier een beetje mee. En de langere stukken, dat is met een klepelmachine. Alleen dat komt niet bij hun vandaan, maar dat komt bij Adjan Vos uit, ik geloof, Roon vandaan. Ja. Dus dat geef ik even door. En dan kom ik bij de strooisels uit. Als je dat hele fijne hebt, dus wat je met een maishakselaar doet, dan kun je het daarna of als losse stort bewaren of in plastic balen. En in een paar presentaties met boeren kwamen er dus meteen allemaal van dat soort vragen ook van, is dat plastic allemaal nodig? Nou ja, als je het dus kort wil hebben, het strooisel, dan wel, want anders valt het gewoon uit elkaar. Als je het met de klepelmaaier in langere stukken doet, dan kun je het gewoon in vierkante balen waar verder geen plastic omheen hoeft doen. En ik was een week of twee geleden was ik bij die ene boer om dat kort gehakselde spul op te halen. En die gingen toen ergens kijken bij iemand die ging het nu met een cyclomaaier doen. En dan zou het nog weer langer zijn. Maar ik heb verder niet gehoord over hoe geschikt dat dan is vervolgens als strooisel. Maar waar kunnen ze hem dan bijeen na het maaien? Dan maak ik het klepel af. Als je al gehakt doet, ja. Ja. Maar de boer die hangt bij elkaar. Ja. Ja. Na het klepel. Maar je kan ook, om aan te vullen dan, je kan natuurlijk met de maishakselaar, vandaag de dag hakselen wij dit zeg maar met de toeren aanpassen zeg maar. Het aantal messen wat in de kooi zit. Kan je gewoon halveren of helemaal eruit laten, dan kan je er twee in laten zitten, dan ga je ook gewoon naar een grovere fractie. Maar ja, je moet gewoon kijken wat je zelf kan gebruiken. Uiteindelijk is de techniek er volgens mij om naar wens zeg maar iets te maken voor degene die het wil afnemen. Ja, Monique, ja. Wat heb je meegemaakt? Ja, je vroeg of ik iets over de biodiversiteit ook wilde vertellen. Nou hebben we daar even naar Monique luisteren, dan gaan we... Juist omdat het misschien interessant is voor mindere gronden. Dus sommige veehouders die hadden het meteen over dat of misschien zelfs bosbeheer of natuurmonumenten ervoor geïnteresseerd kon worden. Waar je dan meteen hoort als je met iemand van een natuurorganisatie praat, is dat het een exoot is. En vaak zijn ze bang voor exoten. Maar wat Filip al een beetje zei, van het blijft gewoon op de plek waar je het poot. Het zaait verder niet uit, dus het is gewoon echt niet invasief of zo. En als je kijkt naar natuurwaarde, dan is het vooral een schuilplaats voor dieren. Dus hazen, reeën, kleinere dieren. En misschien iets minder een voedingsbron. Dus het levert geen nectar op voor bijen of zo. Maar als je dat belangrijk vindt, dan kun je natuurlijk altijd een strook eromheen zetten met bloemen. En als je kijkt naar de ondergrondse biodiversiteit en je vergelijkt het met eenjarige gewassen, ja, dan is het gewoon heel goed, miscanthus. En in ieder geval dit jaar kun je het ook telen met volgens mij subsidie van het GLB als ecologische aandachtsgebieden. 0,7. Die pluimveehouders waar we deden, die zaten op zandgrond. De proefboerderij in Zegveld, daar ben ik niet bij de eerste teelt betrokken geweest. Maar later hebben we het nog eens geprobeerd als een natte teelt.
En daar was het geen succes, maar daar hadden we dus permanent een waterpeil van plus 20 centimeter boven maaiveld of net 20 centimeter eronder. En ook dat was te nat voor Miscanthus, dus dat lukte niet. Maar er zijn eigenlijk maar weinig gebieden in Nederland waar permanent zo'n waterpeil is. Dus dat was minder succes. En ik heb dus ik kom zo even bij de vragen. Ik heb dus een factsheet geschreven, omdat er ineens de laatste tijd best wel wat vragen kwamen weer over Miscanthus. Dankzij een aantal mensen heb ik nog aanvullende vragen ook erin kunnen verwerken. Philip nam gelukkig de vierde keer volgens mij ook nog de telefoon op toen ik hem opbelde met weer nieuwe vragen. Maar hij wordt bedankt aan het eind. Dus hier staan wat dingen in op een rij. En, dus deze zal ik even links en rechts uitdelen.